Wij zijn Sofie en Imin en wij studeren een leraaropleiding lager onderwijs op de campus Thomas More in Turnhout. Wij zitten momenteel in ons derde jaar en vorig jaar, dus in ons tweede jaar, hebben wij een project gedaan, een workshop uitgewerkt en dan hebben wij mee mogen doen aan de More Eyes Awards. Wel, we hebben een workshop eigenlijk uitgewerkt rond computational thinking en 21ste eeuwse vaardigheden. En daarin zit eigenlijk het thema genderidentiteit in verwoven. Het is eigenlijk een escape room waarbij de leerlingen dan rond die vaardigheden juist gaan werken. Wat ook heel belangrijk is, dat het eigenlijk allemaal budgetvriendelijk is. Dus voor leerkrachten of leerkrachten in wording, ze kunnen er eigenlijk gewoon met een vingerknip eigenlijk aan en meteen mee aan de slag. Ik denk voornamelijk dat er, doordat er genderidentiteit in verworven zit eigenlijk. En dat je dat meteen niet met elkaar zou gaan combineren, eigenlijk computational thinking en genderidentiteit. En ook omdat het gewoon budgetvriendelijk is. Leerkrachten kunnen er mee aan de slag gaan, ook als je niet zo technisch zit ingesteld, zou ik maar zeggen. Het is eigenlijk echt een stappenplan dat iedereen aan kan. Wij begonnen in de creativity categorie. Dat wil dus zeggen dat wij eigenlijk op een creatieve manier zijn omgegaan met ons project. Wij kregen de opdracht om een workshop uit te werken, om dus te werken rond computational thinking en de 21ste eeuwse vaardigheden. Het creatieve aspect daarvan in ons project is natuurlijk dat we genderidentiteit hebben geïntegreerd en dat we eigenlijk een escape room hebben uitgewerkt, dat dus ook niet binnen, binnen de opdracht lag, omdat het inderdaad iets is dat leeft onder de leerlingen. En verder denk ik, ja, qua creativiteit, het feit dat we allemaal materialen hebben kunnen gebruiken die dat voor een leerkracht binnen handbereik zijn en dus heel budgetvriendelijk. Wij zouden heel graag ons draaiboek willen distribueren naar andere platformen waar leerkrachten heel makkelijk aan kunnen. Het draait er vooral om dat wij niet in het achterhoofd hebben dat wij winst willen maken met ons project. Het gaat er echt om leerkrachten te kunnen helpen hoe zij kunnen werken in hun klas rond computational thinking en die 21ste eeuwse vaardigheden, ook al hebben ze daar geen achtergrond van ofzo. Dus het draaiboek is zodanig opgesteld dat ze er onmiddellijk mee aan de slag kunnen gaan.